Een goeiemorgen en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag zijn we hier ergens in Turkije. Ja, we zijn hier op vakantie en ik dacht eerst vakantievlogs te maken, maar omdat we van de hele dag toch alleen maar hier in het aquapark liggen. Echt van, ik ga gewoon een vlog maken, gelijk een ander, gelijk een pretparkvlog, van alle glijbanen die hier staan. Nu moeten we nog even wachten. Dus we gaan zometeen voor het eerst naar het zwembad. Daar gaan we mee beginnen. Hier is nog een toren met 3 vijven. We gaan ze allemaal doen. We beginnen met de kleine freefall glijbaan. Nu gaan we de volgende doen. De volgende is een dikke baan. Kijk naar de volgende en nog een laatste in dit gebied. En dan gaan we naar de grote glijbaan. De volgende en de laatste. Ja, de blauwe, waar niet echt snelheid in zit, komt door die bocht aan. En het doet nog pijn op. Ja, kijk, ik kom helemaal tot stilstand. Oké, de eerste glijbaan wordt de dikke. Oké, de family slide. Ik heb eigenlijk geen grondvlak. Oké, nee, je hebt er 2. Daar gaan we. Ik kan er niet van weg, ik kan er weer niet aan de haven staan. Dat is het. Kom maar. What the fuck? Nou ja, nu. Ja, dit wordt gezien door de familie. Maar dat gaat wel. Dat is het ook wel, maar deze bocht, die kunnen wel extra uit als je zwaar gelaagd staat. Wat dan wel is aan die rode boot, je voelt veel harder de grond. Ja. Hola, ik voel mijn voet. Ja, maar ja, dat is toch dat jij een dikke stumperk zet. Dat gaat zitten, maar dat ga ik niet vasthouden. Nee, jongens, deze omdat jullie eerder gaan zitten dan jullie pakken al drukken. Ja, ik heb er één. Oké, dat was de eerste en ook meteen de leukste. En de volgende wordt de Black Hole glijbaan. Opvalt is dat ze hier 2 Black Hole glijbanen hebben in het aquapark. Dit is zo de dikke waar je met dikkere banden op kunt. Andere maximum 2 persoons. We gaan de Black Hole doen. Of hoe hieruit Big Hole wordt heel extreme. Ik ben er niet goed onder, dat kan niet.
the big hole. Niet echt een extreem is, hè. We gaan door naar de volgende vraag. Oh, ik raak er niet uit. Oké, we gaan de volgende. De andere black hole glijbaan. En daarna de groene. Twee familie glijbaan hier in het donker. Ook met daylight dreams. We gaan instappen. In de black hole. En dus, als je ziet, hetzelfde type daylight rings als op die andere. Ja. Alleen wordt dit gezien als een easy en dat is een hard. Ik zou beter daar een boemerang bouwen in plaats van twee plek hoog te hebben. De family slide. Het is gewoon een kronkel glijbaan. En dat was de family slide. En de volgende mensen worden kamikaal. Blijf ik het wel. Blijf van die zo wel uitvangen. En dan moet je een matje doen. Dus let's do it. Oké, kamikaal. En de volgende wordt de freefall, niet zo freefall als splits, splits, typhoon, whatever het is. En de volgende wordt de gele glijbaan, ook in kamikaze denk ik, maar het is een type flying boat. Ja, zodat je dan met tanden doet en niet meer mattekens gelijk als die ander. Maar dat gaat wel leuk worden. Dan zou ik zeggen ja. Let's go! Oké, de flying boat. Moet met een band gedaan worden, maar zoals je ziet. Ja, airtime. Nog eens airtime en nu skip out. Ja,
Maar nu niet. Jammer. De volgende wordt een multislide, maar helaas kan ik er niet op filmen. Je kan dus geen video's maken van de multislide. Ja, ik heb wel geprobeerd, maar ik mocht niet vertrekken. Om op de buik ervan af te gaan. Je hebt dus mattetjes en dan moet je op de buik vanaf gaan. Je moet met de twee handen de handvaten vasthouden. Ja, en als ik met één hand moet filmen, dat mag niet. Dus als ik met een hoofdband had gefilmd, dan had het wel gekund, maar helaas heb ik dat niet bij. Dus ik ga deze blijven gewoon op links laten liggen. En ik geef jullie nog wat beelden van de multislide en dan gaan we door. Er is ons maar één glijbaan meer, de trechter. En de laatste voor vandaag, de trechter. Oké, nu even de trappen oplopen en ze beet vertrekken. De trechter af. Het is geen cyclone, maar wel een leuke. Extreem als cyclone, ja, absoluut niet. Hè. We gaan hem doen. En zo verlaten we het waterpark. En wat moet ik hiervan zeggen? Ja, het zwembad en het kindergedeelte, heb ik niet echt een mening over. Maar de glijbanen, die freefall, die kamikaze, die flying boats, hoe noem het? Ja, zijn gewone glijbanen. Niet zo heel bijzonder. Die trechten, ook niet zo heel bijzonder, maar ik vind het wel plezant. En met die dikke boten, die family slide. Ja. Dat is wel een dik ding. Hè. Maar dan er dan twee black hole glijbanen. Dat vind ik straf. Ik had één niet gebouwd en daar een boomerang gezet of zo. Want dat mist hier toch wel. En verder dan nog die groene, gewoon met kronkels. Ook niet echt iets. Maar het is er wel gigantisch. Dus lang vooral kort. Het is een goed waterpark. Dus als je op vakantie gaat naar Turkije, Ali Bay is een goede keus. Maar dit is dan het einde van de video. Ik zeg tot de volgende video. Later.